Met drones kunnen we tegenwoordig heel veel filmen van op grote afstand vanuit de lucht. In dit proces worden ook nog heel enge dingen gefilmd waarvan je haren rechtop gaan staan. In deze top 10 hebben we het over de 10 engste dingen gefilmd met drones. Heb jij ook zoiets meegemaakt tijdens het filmen met een drone? Wat heb je dan gezien? Laat je mening en antwoord achter in de comments. Vanuatu-vulkaan. Dit is echt een eng en verontrustend beeld om te zien. De drone zweeft boven een bron van hete magma. Alhoewel het best eng is om te zien, is het aan de andere kant ook wel cool dat je zoiets met een drone kan filmen. Zelf er naartoe gaan om het te filmen zou zeer waarschijnlijk de dood betekenen vanwege de enorme hitte die je zal doen verbranden. Zoals je op school leert, bestaat de aarde uit verschillende lagen. De binnenste laag van de aarde, de kern, heeft een temperatuur van ongeveer 7000 tot 8000 graden Celsius. De buitenste laag kan een hitte bereiken van ruim 870 graden Celsius. De wetenschappers die de Vanuatu-vulkaan proberen te bestuderen, verloren verschillende drones in hun streven om de afmetingen en de omgeving van de krater beter te begrijpen. Sommige drones konden de hitte niet aan en vielen in de lava. Geest van Kenneth Chase. Dit is echt super eng om te zien. Het gaat om beelden die door een drone zijn gemaakt in Kenneth Chase in Engeland. Een gebied dat bekend staat om paranormale activiteiten. Naar verluidt wordt hier de geest van een meisje gezien dat rond het jaar 1800 is gestorven aan difterie. Haar ogen lijken zwart, omdat mensen met difterie vaak verzonken oogkassen hadden. Volgens vele sceptici zou dit geval op een hoax lijken en dat er in het bos gewoon een actrice zou staan in een volledig witte jurk. Maar desondanks zijn de legendes rond Kenneth Chase alom bekend. Dus als het beeldmateriaal nou echt is of niet, het is en blijft heel erg griezelig om een willekeurig meisje te zien gekleed in het wit zomaar in het bos. Clown in een korenveld. Je zal wel de schrik van je leven krijgen als je dit plotseling ziet opduiken op de camera van je drone. Een tiener filmde met zijn drone het landschap van een maïsveld in Huntsville, Alabama. Zijn drone vertrekt rustig over het lage grasveld en passeert de nabijgelegen bossen. De drone bereikt dan het maïsveld en plotseling ziet hij een of andere clownachtige figuur in het midden van het maïsveld. Het gezicht lijkt te zijn opgemaakt met clown make-up en het is gekleed in een felgekleurd t-shirt. Terwijl de drone dichterbij komt, begint de clown snel te rennen en verdwijnt hij het bos in. De tiener volgde de clown niet omdat hij misschien bang was voor de veiligheid van de drone. Alleen als je naar de beelden kijkt, jaagt het de stuipen op je lijf. De clown kan dan wel in scène zijn gezet. Echt paranormaal lijkt het niet, maar het is wel eng om te zien. Eiland van de dood. De geschiedenis van North Brother Island blijft menig New Yorker fascineren. In eerste instantie was het de plaats waar Riverside Hospital werd gehuisvest. Dit hospitaal werd gebruikt voor de behandeling van mensen die lijden aan besmettelijke ziekten, zoals tyfus, tuberculose, gele koorts en smallpox. De beruchte kok Typhus Mary Mellon was de eerste gedocumenteerde asymptomatische drager van de tyfeuze koorts. Ze leefde op North Brother Island in quarantaine. Ze werd vrijgelaten in 1910, maar werd onder dwang teruggebracht in 1915 nadat de ziekte bij haar was ontdekt. Ze infecteerde 22 mensen en stierf daar in 1938 aan longontsteking. Het ziekenhuis werd uiteindelijk gebruikt om heroïneverslaafden te revalideren. Uiteindelijk sloot het hospitaal de deuren in de jaren 60 van de vorige eeuw. Sindsdien heeft niemand meer voet gezet op het eiland. Het is eng om te zien hoe de overblijfselen van het gebouw langzaam zitten weg te rotten. Een plaats waar zeker de dood heeft geleefd. Zou jij graag daar een kijkje willen gaan nemen? Misschien dat je Typhus Mary Mellon nog tegenkomt.
6. Waverly Hills Sanatorium. Op de Amerikaanse televisie verschijnt het programma Destination America's Paranormal Lockdown. In een aflevering van seizoen 2 bleven Katrina Wideman en Nick Groff 3 dagen in het beruchte Waverly Hills Sanatorium. Het wordt beschouwd als een van de meest spookachtige plekken in Amerika. Tijdens hun verblijf heeft hun cameraman, Rob Saffy, een drone ingezet met een thermische camera om een bepaald beeld op te vangen terwijl Katrina en Nick zich op 2 verschillende vloeren bevinden. Het beeld dat door de drone wordt gefilmd ziet er spookachtig uit. Het lijkt op een persoon die zich materialiseert en dan door de deuropening schiet. Nick beweerde ook dat hij ook inderdaad schaduwfiguren had gezien. Zou jij in Waverly Hills Sanatorium willen verblijven of zou je het vreselijk eng lijken? Vijf. Chernobyl Tour. Chernobyl is een plaatsje in Oekraïne waar op 26 april 1986 een vreselijk ongeluk plaatsvond. Het betrof een kernramp waarbij 1 van de kernreactoren van de kerncentrale ontplofte, midden in de nacht. De meeste mensen lagen toen al te slapen. Radioactief stof begon uit te waaieren vanuit de vernietigde brandende 4e reactor van de kerncentrale Chernobyl en besmette de omgeving in de wijde omtrek. De autoriteiten hebben de ruim 120.000 inwoners in het holst van de nacht laten evacueren, wat met zich meebracht dat alles precies zo is gelaten als op 26 april 1986. Met een drone werd er een rondvlucht gemaakt over de plaats heen en het blijkt dat het gebied weer vol zit met dieren in het wild. Het is wel een griezelige aanblik om de stad zo verlaten te zien met alles nog precies zoals op de dag toen de mensen vertrokken. 4. Een verlaten ziekenhuis onderzoeken. Er is iets heel angstaanjagends aan deze beelden van een verlaten ziekenhuis die de drone aan het verkennen is. Het is nog enger als je de woorden op de muur leest. No more pain, geen pijn meer. Zeer waarschijnlijk waren het een paar domme tieners die het hebben geschreven om een grap uit te halen. Vermoedelijk wisten ze dat als iemand dat zou lezen, ze bang zouden worden. Want, laten we eerlijk zijn, een geest zal dat niet op de muur hebben geschreven. Maar wat ook eng is, is hoe langer je naar de video kijkt, hoe meer het lijkt alsof er plotseling een geest vanuit het niets zou kunnen verschijnen. Het is wel de vraag hoe de dronebestuurder dit heeft kunnen filmen zonder bang te worden. Zou jij daar in het ziekenhuis een kijkje willen nemen of doe je het liever veiliger met een drone? 3. Hai versus killer whale. De natuur kan een hele mooie vertoning zijn. Dat weten we allemaal. Anders wordt het als je via een drone een live actie meemaakt. Nog enger wordt het wanneer je ziet hoe een haai wordt aangevallen door een orka. Met een lengte van 20 tot 26 voet wegen de mannelijke walvissen gemiddeld ongeveer 6 ton. Dat is ongeveer 12.000 pond. Voor het geval dat je het niet wist, hebben killer whales, net als de haaien, ook heel scherpe tanden. Vanwege de enorme omvang van hun lichaam zijn hun kaken en bijtende kracht echter waarschijnlijk sterker dan die van een haai. En is de haai dus geen geduchte tegenstander voor de walvis. 2. Drone filmt man die verdwijnt. Dit is echt heel eng om te zien. Je ziet een man op het trottoir lopen voordat hij begint met rennen. Hij neemt een paar stappen en poef, hij is verdwenen. Hij lijkt wel plotseling opgelost te zijn in de lucht. Wat kan het zijn? Sommige mensen denken dat de video is gemanipuleerd. Anderen denken dat het om een tijdreiziger zou gaan. Anderen dachten dat het zelfs een bewijs zou kunnen zijn van een spontane teleportatie. Hoewel het onmogelijk is om met zekerheid te zeggen wat er in deze video aan het gebeuren is, is het op zijn zachtst gezegd heel eng en vreemd. Kan deze man teleporteren of zelfs tijdreizen? Of is het niet meer dan een slimme bewerking van de video? Wat denk je dat er aan de hand is in deze video? 1. Dead Man's Fingers. Dit is echt een spookachtige foto. Ten eerste, wat lijkt op de vingers van een dode man, formeel bekend als Codium fragile, een soort zeewier, is echt eng. Met het getij dat vooruit gaat naar de kust, kijken de verschillende vezels van het zeewier richting de kust. Het zeewier dat meer naar boven zit, lijken op enge spinnen en wie houdt er nou van enge spinnen? Aan de rechterkant heb je dan de zeeolifanten. Vanuit de hoeken en de afstand van de drone kun je niet zien of ze dood of levend zijn en lijken ze op een aantal dode vissen die zijn aangespoeld. Eerlijk gezegd is deze foto echt een enge foto.
En tot zover deze top 10 engste dingen gefilmd met drones. Wat vond jij van deze top 10? Zou jij een van deze dingen graag willen zien of meemaken, of blijf je liever heel ver weg? Laat je mening en reactie in de comments. Vergeet ook niet om te liken, te abonneren en op het belletje te klikken om als eerste een notificatie te krijgen zodra wij weer een nieuwe top 10 video uploaden.